Geel en zwart zijn onze kleuren. Nou, meneer Van Leeuwen, Vitesse is Vitesse niet helemaal meer, hè? Natuurlijk wel. Maar Vitesse is helemaal Vitesse. We hebben net een trainer ontslagen, dus dat vinden jullie geweldig. Wat zegt u? Dat vinden jullie geweldig. Vinden wij dat geweldig? Ja. Jullie zijn er toch weer? Waarom zouden we dat geweldig vinden? Ik weet het niet, maar wat wilt u vragen? Het lijkt alsof meneer Jordania eigenlijk alle touwtjes in handen heeft hier. Wie betaalt, bepaalt. Ja. Ja. Dus u heeft als technisch directeur eigenlijk niks te zeggen? Nee, helemaal niks. Hoe voelt dat nou? Nou, geweldig, want ze betalen mijn salaris, dus ik voel me er prima bij. Wat doet u dan de hele dag? U zit en u doet niks? Ja, een beetje televisie kijken, koffie halen. Goeie, ja, gaat lekker wel zo. Gaat lekker. Ja. Ik vind het zo'n raar verhaal, want volgens mij neemt u ons een beetje de maling. Nee, zo gaat het elke dag. We hebben weinig te doen. Ja. Ja, af en toe een beetje bellen en een speler uit de fax halen en dan gaan we weer verder. Ja. Maar waarom geeft u mij niet normaal antwoord? Waarom denkt u dat het niet normaal is? Ja, u bent technisch directeur van een club. U zegt dat u helemaal niks doet de hele dag. Dat is toch vreemd? Nee, zo gaat het hier. Ik stel u een serieuze vraag. Is Vitesse nog wel? En u komt vervolgens met de relaas dat u eigenlijk niks doet. En dat meneer Jordania de baas is. En moet ik u dan nog serieus nemen? Nee, u hoeft me helemaal niet serieus. Dat vraag ik toch niet? Ik vind het zo'n raar antwoord. Ik stel u een normale vraag. Nou, u komt toch naar Arnhem? Nou, u hoort het. Meneer heeft niks te vertellen, dus u kunt naar huis. Verder nog vragen? Ja, ik had heel veel vragen, maar ik weet niet of ik ze dan wel nog aan u kan stellen, want u heeft blijkbaar niks te vertellen. U kunt alles, nou dan zijn we klaar. Dankjewel. Het is toch heel erg raar, meneer. Ik snap het niet. Ik stel u een vraag en u begint met een heel vreemd verhaal. Misschien is het voor u wel heel vervelend dat u niet de antwoorden krijgt die u wil. Nee, helemaal niet. Daar gaat het niet om. Ik stel u een normale vraag. Zullen we anders nog even opnieuw beginnen? Nee, joh. Ik ben wel klaar. Ik heb al tijd genoeg gespendeerd. Bent u bang voor meneer Jordania? Ja, ontzettend. Ik kijk elke morgen onder mijn auto voordat ik wegrij.